Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. En we zijn vandaag met Jack Sparrow weer aan de haak, snap je hem? Haak? Nou, hij heeft geen haak, maar goed. We gaan dit keer, heb ik wat munten verzameld in de tussentijd, terwijl ik niet heb opgenomen. En die munten gaan wij gebruiken om wat te kopen. Namelijk, we kijken in onze speelgoedwinkel en daar vinden wij van allerlei spulletjes die we kunnen kopen. Nou, we hebben keuze uit één ding. We hebben niet voor keuze, maar we gaan een nieuw roer gaan we halen. En daarmee kunnen we dus de boot upgraden. Ja, er was een missie van gaan met de boot. En dat had ik zoiets van, ik ga dat niet doen, want deze boot is onstabiel. Ik bedoel, het roer moesten we vervangen, moesten de kanonnen gaan vervangen. Ik dacht van, ja, hiermee ga je niet op zee. En dit keer hebben wij dus wat munten verzameld en ga ik dus even koekeloeren. Want dit bootje kunnen we misschien nog ook wat dingetjes mee gaan zoeken. Maar dit bootje kan ik in ieder geval meenemen op zee. Hier gaan we trouwens niet mee op de grote zee, hè? Dat even terzijde. Ik ga gewoon eventjes kijken wat we kunnen doen in deze omgeving. Want ja, we begonnen de game volgens mij hier zo bij dit plekje. Maar ik ben nooit echt verder gegaan, dus we gaan nu eens kijken wat hier te vinden is. Maar ja, we moeten wel heel de pokken en terug, dat is wel een beetje het nadeel. Kunnen we hier ook armeren? Ik weet het niet waar we naartoe kunnen. Maar hier zijn we nog niet geweest. Misschien kunnen we daar naar het schip toe. Want dat is het schip wat je daar ziet in de verte. Dat schip gaan we gebruiken om de zee op te gaan. Dus dat gaat heel erg spannend worden. Ik ga er gewoon even met een boog omheen. Jullie weten dat de kraken heeft aangevallen. En we kunnen hier ook niet uit. We kunnen niet uit die boot. Wat verschrikkelijk dit. Misschien kunnen we naar het strandje toe. Dat zou heel fijn zijn. En als ik dan kan aanmeren, dan zou het heel goed van pas komen. Want dan hoef ik niet zo'n pokken te lopen. Oh. Oh jee, ik kan er niet eens naartoe. Dat betekent dus dat ik het hele pokken terug moet rijden. Nou, dan knippen we gewoon er even uit. Captain Barbosa. Barbosa. Barbosa zit er ook in, hè? Die speelt er ook in. Oh, dat is Davy Jones. Dat is Captain Davy Jones. Oh, ja. Davy Jones. Lokara. Hij speelt ook die Mensen, we zijn hier met Erik en... ja, we gaan slang. Gaat slang, wat? Waar hebben we het over? Slang bij Django. Gaat slang in je broek. Oh, ja, Django. Oh, ja, klopt. Dat doet je ook nog, ja, klopt. Nee, we zijn hier bij... met Erik en... Oh, ik ben dood. Ik mag niet naar beneden vallen hier. Jammer dit. Jammer dit. En met een trio zijn we ook. Hey, hey. Hallo. Hey, jullie kunnen niet meespelen wat ik speel. Niet. Het is in ieder geval... nee, niet helaas. Gaan we niet doen, hè? Ja, nee, ja, ik viel net weer. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik zit vast. Dat is niet handig. Oh jee. Oh, ik kom verder. Ja, nee, ik kom verder. Want wij hebben namelijk wat leuke dingetjes gekocht. Ik heb een nieuwe roer gekocht voor mijn boot. Want ja, dat was gewoon nodig. Want nu kunnen we hopelijk... Ja, ik wou niet met een schip op zee die gewoon nog helemaal in de reparatie moest. Weet je wel? Dan voel ik me gewoon niet veilig. Ja, dat is te begrijpen. Oep. Dus nu hebben we een missie voltooid. Een beter roer, sir. En nu gaan we met onze boot dus lekker roeren op zee. Ja, de kraken. Ik weet niet of we tegen de kraken moeten vechten. Ik ben heel benieuwd. Ik ga nog even kijken achter de boot. Misschien zitten er nog wel spulletjes. Eens kijken. Oh, ik zie wat. Maar hoe komen we daarboven? Dat is weer zo'n van die puzzels. Oh, via een draad. Een draadje. Een draadje. Dat draadje moet ervoor komen. Oh, daar kan ik daarboven. Wel de pokken om te lopen. Zo. Hier klimmen we naar boven en dan gaan we hier met een soort van glijden doen, hè, over een touw. Ik weet niet hoe ze het doen. Het lijkt mij heel erg moeilijk om over een touw te glijden. En 5 van de 5. We hebben het themapak van de Vengage of zo. Zeg je dat? Wat? Een boot? De Vengage? Nou, die hebben we in ieder geval vrijgespeeld. Oh, nou, ja, leuk. Oh, oké. Okay. Zit er wel een goed roer aan? Ja, zit er een goed roer aan ook? Dat weet ik niet. Ja, het was een soort van stukjes die je moest bevrijden. Stukjes boot. En die vormen dan uiteindelijk de Vengage. Okay. Of de Vengage, ik weet niet hoe het heet. En nou gaan we dus het roer overnemen, want ja, we moeten aan boord. We gaan aan boord. Arr, oh, nog een nieuwe missie hier. Heb je al van het vuurkanon gehoord? Die spuwt vlammen in plaats van kogels. Dit schip kan wel wat vuur gebruiken. Hallo, het is een houten schip. Doe eens normaal. Dat duurt toch niet? Kunnen we hier naar binnen? Schip aanpassen. We kunnen het schip aanpassen. Wat grappig. Oh, dit zijn die onderdelen. Ik snap hem. Achterste romp van de Vengage. Ik ben van plan om te gaan kijken wat er achter de horizon ligt. Oké. Hij is van plan om te kijken wat er achter de horizon ligt. Ik vind het helemaal goed. Als hij dat wil, dan moet hij dat doen. Achterste dek, bovenste dek. Voorsteven kunnen we aanpassen. Of niet? Kunnen we dat aanpassen? Even kijken. Ook niet.
zeilen van de Vengage, die kunnen we aanpassen. En het themapak. Oh, dit is gaaf, joh. Je kan de hele boot omgooien naar de Vengage. Oh, wat tof, joh. Bovenste dek gaan we ook aanpassen. En het achterste romp. Oh, dit is het voorste romp. Oh, oké. Nou, ik heb het hele schip aangepast naar de Vengage. Dat ziet er gewoon stabieler uit. En nu gaan we het roer overnemen. Hier, pak het roer. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit hebben gedaan in de game. Oh shit, daar gaan we. Ja, is de zeilen wakker. Yeah. Ik schenk nog even wat drinken bij. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Want ik geloof dat dit in een soort van... Ja, wat is het? Een first person shooter kanon krijg je daar voor je. En dan moet je op schepen gaan schieten. Gebruik je kanonnen om de opening op te blazen, zodat je de zee op kunt. Oeh. Oké. Okay. Ik weet niet... Oh, prima, op die manier. Gebruik R1, R2 om je... Oké. Okay. Ik snap hem. Wow! Dit is gaaf, joh. Het doet me een beetje denken aan Assassin's Creed. Ken je dat? Moet je ook met een schip, hè? Dat ben ik nu te vallen aan het zeggen. Dat is wel gaaf gedaan. Ja. Oh. Echt waar? Oh. Ja, Assassin's Creed was toch wel leuk. Moest je ook een schip kon je bedienen en zo? Al dat soort dingetjes. Gebruik LS om het stuur en beweeg... Oh, wat gaaf dit, joh. Dit is zo leuk gedaan, dit. Heel apart. Jij bent nu een schip aan het besturen. Ja, zeker weten. Het is de Vengage of zo. Gaat het wel goed? Het gaat wel redelijk. Nee. Ja, ik heb... Nou, nu. Ja, ik doe mijn best. Oké. Er liggen allemaal tonnen en zo. Geef mij eens een ton. En die tonnen kunnen we kapot maken. Ja, een ton? Ton of twee? Jan Beton. Het stort op mijn rekening, een ton. Oh, de crap, jongen. Het is gewoon een open zee, joh. En ik zie allemaal stukjes land. We kunnen eigenlijk overal naartoe, joh, lijkt het net. We moeten naar Tia Delma toe. Oh, Tia Delma, ja. Dat is die vrouw met die... Ja. Pirates. Oh, daar gaan we dus nu heen. En wij gaan ervoor zorgen dat we die David Jones gaan stoppen. Want die heeft uiteindelijk de schat gestolen. Die wij eigenlijk eerst moesten pakken. Maar ja, we waren te laat. Dus dat was wel heel vet. Piraten, kaptein. Nou ja, minder vet. Oh, piraten. Oh, shit. Er zijn piraten. Die houden zich niet aan de code. Dat betekent dat we ze eventjes een lesje moeten leren. Met ons kanon. Zullen wij dat eens doen? Har, vuur! Alle hens, ga! Doe iets! Oh shit. Moet je eens... Oeh, dat zal pijn doen. Alles kapot zij maken, joh. Wat gaaf, joh. Oh, dit is wel echt heel stoer gedaan. Dit is ook best wel makkelijk om te besturen. En hier hebben we nog iets. Hier kunnen we hier aan wal? Oh, dit is gaaf. Meneer Gibbs neemt het roer. En dan kunnen wij hier op een eiland. We zijn dus aangekomen op een eilandje. Gewoon even verkennen hier zo. Het is een soort van eilandje met piraten zie ik daar zo. En allemaal buiten. Maar misschien kunnen we hier wat munten verdienen. Maar ik vind het sowieso het hele idee gaaf dat het gewoon een open wereld is met een open zee. En dat er gewoon een aantal eilandjes zijn gemaakt die je kan verkennen. Dat vind ik echt super gaaf gedaan. Die schieten we even voor zijn leier. Bam! Ja, dit is echt wel een beetje Assassin's Creed idee. Ja, Gio speelt het toevallig nu, op dit moment. En daar kan ik wel even een bewijs voor tonen, want jullie denken van, ik lieg weer. Nee, dat is niet zo, want als ik zit naar de achievements, dan moet ik niet naartoe. Want hij is een friend. En hij staat in mijn vriendenlijst, als het goed is. Dat klopt. Klopt dat, Gio? Kijk eens, hij zit op de Xbox One. Dat zeker. En we kunnen niet zien wat voor spel hij speelt. Maar, Assassin's nee, Creed 4 Black Flag. Oh, oké. Nou, dat komt door mijn 360, denk ik. Misschien dat dat nog geüpdate wordt ooit. Maar dat is ook raar, want als ik naar Gio's Achievements ga, dan zie ik ook niet de spellen ertussen staan. Nee. Maar dan zie ik alleen, dat is heel vreemd. Dat is wel, dat is raar. Er is goud, maat, ik krijg een gouden ster. Oh, dat is tof. En natuurlijk gaan we ook proberen tijdens deze game om ook zoveel mogelijk achievement punten te verzamelen. En er zoveel mogelijk opdrachten en bijmissies te doen. Dat wij gewoon wat vets kunnen doen. Gebruiken. We kunnen kanon gebruiken. Ja, het is first person. Dat is gaaf. Arr, schiet dat kapot. Het lukt nooit. Kunnen we niet met dit kanon een muur openbreken of zo? Nee, ik zou niet weten wat. Misschien een schatkist hier. Dat kan wel in ieder geval. Nou, dat is leuk.
En die gaan we zoveel mogelijk munten verzamelen, want jullie weten het, we kunnen met die munten weer nieuwe spulletjes kopen om onze schepen te upgraden. En dat is nodig voor eventuele toekomstplannen. Ik weet niet wat we gaan doen. Maar in ieder geval, we zijn wel flink veel delen met deze game op zee en met Jack Sparrow spelen wij. Het laatste karakter wat we gaan spelen is dus met The Incredible, maar dat gaat nog wel even duren. Oh, de kraken! Oh, daar is de kraken, jongens. Gaaf gedaan, hoor. Echt heel stoer. Was voor jou bedoeld. Hier nog een kistje die we kunnen openen. We gaan weer terug. Het is heel veel jumpen. Het is echt een platform game. Heerlijk. Dat vind ik altijd verschrikkelijk leuk. En dat zou je altijd bij Disney zien en terug laten komen. Wat is dit? Een schot die kunnen we kapot maken. En hier zit een piraat. Of het is eigenlijk een schildpadje. Oh. Is die gemeen? Ja, hij was gewoon gemeen. Holy crap. Middenrom van Shen Zhao. We hebben weer een stuk schip geunlocked. Nou ja, dat zal wel goed zijn. Het ziet er wel vet uit. En we verzamelen weer alle buiten die we hier tegenkomen op het eiland. Het zijn aardig wat muntjes, want het zit al bijna in de 1000 munten. Een paar schildpadden weer vermoorden. Arr! Zo, die is kapot. Altijd al willen doen. Tegen schildpadden moeten vechten. Hè? Is toch gaaf? En hier zien we tegen nog schildpadden een vechten? Wat zeg je? Tegen schildpadden? Ja, we moeten echt serieus... Wat? Ja, echt waar. Jongen, ja, jongen, normaal, jongen. Weet het. Die zijn toch hartstikke traag, joh. Dat is niet zo moeilijk gevecht dan. Deze was wel... Nee, inderdaad. Nee, maar hij was best wel sterk. Oh, oké. Okay. En ik ben nog lang niet klaar op het eiland, dus ik zie nog een hoop dingetjes. Even kijken. Mijn nichtje stuurt een berichtje naar me. Hier, een groen. Dat is piratenstadpak. Het piratenstadpak. Oh, dit wordt pittig. Klimmen, klauteren. Ja, dit is echt Assassin's Creed. Maar dan, ja, wat minder moeilijk, denk ik. Of het zit wat minder ingewikkeld in elkaar. Het voorstroom van Shenzhou. Kent iemand Shenzhou? Is dat een schip of zo? Het moet, ja, het staat dat het een schip is. Maar kent iemand het als de naam voor een schip? Shenzhou? Nee. Niet, Erik? Nee, zeg me niks. Oh, oké. Ja, dit. Ja, sorry. Ja. Ja, ja, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. En krabbetjes. Ja, die ken hier? Ik wel. Oh, die kan ik niet. Ja. Krabbetjes, ja. Ja, die kunnen aardige. Aardig oh, pijn doen. Dat aardig krabben. Oh ja, ik krabben. Ah, dat lekker weet ik niet hoor. Nee? Volgens mij niet. Nee? Heb je het wel eens geprobeerd? Oh, jammer dit. Ja. Kratsen met een krab. Is niet aan te raden. Goed. Koelen met een krab. Ja, is niet te doen. Ik heb proberen. Ja, ik probeer het schip kapot te maken, maar die is zo ver weg dat ik. Dat ga ik gewoon nooit. Nee, dat raak ik nooit. Ze varen hier rondjes om het eiland. En ja, wij moeten dus ervoor zorgen dat wij ze gaan vernietigen. Maar dat kan ik beter met mijn eigen schip doen. Want ja, met die kanonnen die hier op het eiland staan, dan ga ik ze nooit meer raken. Maar ik hoop dat ik nu een beetje alles heb gehad hier op het eilandje. Was leuk. Ik ben geloof ik niks vergeten. Dat hoop ik niet. Dat er een geheime ingang zit of zo. Dat heb je vaak op eilandjes, hè. Gewoon een geheime doortochtjes of een grotje waar je in kan. Maar volgens mij heb ik alles wel gehad hier. Dus we gaan weer naar het schip. En dan gaan we naar de missie, want we moeten naar Shenzhou, hoe heet die vrouw? Ik zit ook met Shenzhou in mijn hoofd. Ik weet het even niet hoe ze heet. Is het net Shenzhou? Ik weet wat dit hier allemaal... Shenzhou was het. Nee, ja, ik weet het niet meer. Ach, maakt het uit. Als we een nieuwe helmstok hadden, konden we beter navigeren. Helmstok, nieuw speelgoed. 1000 punten, ik kan hem halen. Want navigeren is wel belangrijk. Ik weet niet wat we kunnen halen allemaal. Nee, dit is te veel geld. We hebben een atlas... Wat is dit? Een atlasmes? Oh, een vuurkanon. En we hebben een helmstok. Een nieuw helmstok zou je helpen sneller te keren op de zee. Zullen we die maar nemen dan? Ja, goed idee. Klinkt ja, goed. We doen het gewoon. Klinkt leuk. Ja. Hier is de kist. We gaan hem openen. En dan hebben we ja, een nieuw stuur. Kunnen we beter sturen. Dat is veel beter. Huppakee. Ik heb hem geactiveerd. Nieuwe helmstokkenmissie voltooid. Zo. Hij valt wat ervan dat dan? Hij valt ervan af van zijn stoel hoor. Huh? Hey. Ja, echt hoor. Nieuwe helmstok en gelijk bam. Het kanon wordt herladen, kapitein. Yay! We hebben hem! Yes. We gaan dus nu naar die vrouw toe en die gaat ons helpen met David Jones. We gaan regelrecht, we gaan niet meer naar een eilandje. We zien daar, even kijken hoor. We zien daar nog een eilandje helemaal rechts. Ik weet niet of dat echt een leveltje is. En daar is een soort van, lijkt net op een vulkaan. Zo'n idee, weet je wel. Zo'n hoge berg.
Met allemaal rook. Het ziet er wel echt prachtig uit hoor, die game. Supermooi. En ook weer gelijk heel anders dan Monsters University, weet je wel. Want je speelt natuurlijk, je zit eerst op een school en nu varen we over de zeeën. En ja, ik denk dat die Incredibles dat wel heel erg gebaseerd is op het stadsleven. Omdat natuurlijk Incredibles speelt zich ook af in de stad. Dat we eigenlijk de monsters en auto's kunnen oppakken omdat we krachtig zijn. Er zijn meer schepen, verslaan ze allemaal. Oh jee. Oh dear. Inkomende golf, één van de één. Oh shit, het zijn golven. Die hou ik niet van. Komen er allemaal piraten. In de touwen. Hij is de zeilen, makker! Ik zit helemaal in de game, merk je het? Eén van de drie. Ze gaan ook rondjes en zo. Net als in Pirates 3 had je natuurlijk die rondjes, weet je nog? Die ze draaiden. Die boten, weet je dat nog? In dat prachtige... Ja, die prachtige scène. Weet je dat nog van Pirates of the Caribbean 3? Dat die twee boten in die golf, in die draaigolf, draaikolk terechtkwamen. Weet je dat nog? Dat was heel gaaf gedaan. En dan werd er een battle gehouden tegen twee schepen. Herinner je dat nog of niet? Denk het niet. Ik ben nu al sterker. Echt niet? Dat was een van de mooiste scènes, vond ik. Superleuk gedaan. Nou, er zijn dus wat quests hier op het schip. Ik kan wel eventjes... Kan ik het stuur loslaten? Nee, we kunnen het nog niet doen, want er zit iemand op de... Kan ik het niet met B verlaten? Ja, kijk. We kunnen gewoon het roer loslaten en dan gaan we hier naar deze quest. Ik wil ons schip dolgraag een nieuwe look geven, kapitein. Zullen we naar nieuwe stukken zoeken? Dan ziet het schip er binnen de kortste keren tiptop uit. Nou, ik vind het goed. Maar ik weet dat we al heel veel dingen hebben aangepast. En deze meneer... De zeeën zijn gevuld met vis en we hebben de vissen nodig om een paard te vangen. Oké. Okay. Nieuw speelgoed, een visser. Wat grappig, joh. Maar we gaan eerst eens even naar die missie die waar jullie op allemaal op hebben gewacht. En voordat we daar komen wil ik de video afsluiten. En de volgende keer gaan we verder met op zee eigenlijk. Dus vergeet geen like te geven voor deze video. En te abonneren kan in het midden van het scherm. En tot de volgende keer met Disney Infinity met Jack Sparrow. Doei doei!